Deze les gaat over hoofdstuk 3, paragraaf 2 en we hebben het vandaag over het deeltjesmodel van gassen. Meestal merk je weinig van het bestaan van lucht. Het lijkt alsof lucht niks weegt en geen kracht uitoefent. Als je hard fietst, voel je wel luchtweerstand. En als er geen lucht in je banden zit, gaat het fietsen zwaar. Hoe kunnen we deze en andere eigenschappen van lucht verklaren? En dat brengt ons gelijk bij de leerdoelen van vandaag. Welke verbanden zijn er tussen druk, temperatuur en volume van een gas? En hoe verklaar je die met het deeltjesmodel? Gassen hebben bepaalde eigenschappen en eigenlijk kennen we die wel. Want als je lucht in een zachte band oppompt, dan weet je dat de band harder wordt en dat er dus meer druk in de band zit, omdat je er meer gas in gepompt hebt. Als je een opgeblazen luchtbed in de zon legt, dan wordt het luchtbed harder. Betekent dat als je hem verwarmt, dat er dus een hogere druk ontstaat in het luchtbed. En tenslotte, als je de zuiger indrukt in een spuit met een afgesloten tuit, hier zie je een voorbeeld van zo'n spuit, en als we hier het tuutje helemaal afsluiten en je drukt die zuiger hier naar binnen, dan kost het steeds meer kracht om hem steeds verder in te drukken. Wat je doet is het volume hier verkleinen en er ontstaat in dit volume een hogere druk. Samenvattend kunnen we nu zeggen dat de druk van een afgesloten hoeveelheid lucht afhangt van de hoeveelheid lucht, het volume en van de temperatuur. We kunnen veel van deze eigenschappen verklaren met behulp van het deeltjesmodel van een gas. Hier zie je schematisch hoe zo'n gas eruit ziet. Je ziet allemaal moleculen en die moleculen die bewegen allemaal in bepaalde richtingen. Temperatuur van een gas is een maat voor de gemiddelde snelheid van de deeltjes. Dus als de temperatuur in deze ruimte stijgt, gaan die deeltjes steeds harder en harder bewegen. Maar wat je ook ziet, dat bepaalde deeltjes hier tegen de wand botsen. Tegen een wand botsen betekent een interactie tussen het deeltje en de wand. En daar spelen krachten een rol, want de snelheid wordt veranderd. Want de snelheid gaat eerst in deze richting en dan in die richting. De druk van een gas kun je dus verklaren door de botsingen van de deeltjes van het gas tegen de wand. Maar dan moeten we nog wel het begrip druk definiëren. En dat definiëren we als de kracht per vierkante meter. Druk heeft ook een eenheid, namelijk, omdat het kracht per vierkante meter is, is het dus ook newton per vierkante meter. En dat noemen we ook wel de pascal, afgekort PA. Je kunt de druk van een gas op verschillende manieren meten. Een eenvoudige manier is met een metaalbarometer die je in de ruimte zet waarin je de druk van het gas wil meten. De barometer van deze figuur bestaat uit een dun geribbeld metalen doosje. Het doosje is luchtledig. Door de druk van het gas aan de buitenkant wordt het deksel van het doosje naar binnen geduwd, maar ook via een veer weer naar buiten getrokken. Met een hefboom wordt de positie van het deksel overgebracht naar een wijzer. Een barometer wordt meestal gebruikt om de luchtdruk in open lucht te meten. De atmosferische luchtdruk wordt dat genoemd. Waarom heet het een barometer? Vroeger gebruikte men voor druk de eenheid bar. Vandaar de term barometer, oftewel een barmeter. 1 bar is 1 maal 10 tot de 5e pascal. Dus als je met bar moet rekenen, kun je dat heel eenvoudig omrekenen. We hebben al gezien dat de druk afhankelijk is van de massa van de lucht in de ruimte. En het blijkt dat de druk recht evenredig is met de massa. Met andere woorden, als ik 2 keer zoveel massa, oftewel 2 keer zoveel kilogram, in bijvoorbeeld een luchtbandpomp, dan wordt de druk ook 2 keer zo groot. Als we kijken naar het verband tussen druk en volume, dan blijkt dat de druk, P, juist omgekeerd evenredig is met V. En dat levert je in een PV-diagram deze grafiek op. En wat je ziet is dat als de volume toeneemt, dat dan de druk kleiner wordt. Omgekeerd evenredig betekent dus ook dat als het volume 2 keer zo groot wordt, dat dan de druk ook 2 keer zo klein wordt. Met andere woorden, de druk is recht evenredig met 1 gedeeld door het volume. Ten slotte het verband tussen druk en temperatuur in een afgesloten ruimte. Het blijkt dat het verband tussen druk en temperatuur lineair is. Straks gaan we kijken hoe zo'n grafiek eruit ziet. Hoe kunnen we dat verklaren? Bij een hogere temperatuur weten we al dat de deeltjes een hogere gemiddelde snelheid hebben en dus harder tegen de wand botsen.
en daarom ervaren we dat als een hogere druk. We gaan nu kijken naar de formules die in dit verband een rol spelen. En ten eerste is dat de formule voor de gasdruk. We hebben al gezegd dat druk de kracht is per vierkante meter. Aantal newton per vierkante meter, dus de druk P is F kracht gedeeld door A het oppervlakte. Druk uitgedrukt in newton per vierkante meter, ook wel pascal. De kracht uitgedrukt in newton en het oppervlak uitgedrukt in vierkante meters. We kijken nog even terug naar het verband tussen druk en temperatuur. Want daarvan hadden we al gezegd dat het een lineair verband is. Hè? Lineair verband tussen druk en temperatuur. En dat zie je hier ook, want deze lijnen zijn rechte lijnen, wat betekent dat het een lineair verband is. Maar wat gebeurt er nou als we gaan kijken naar temperaturen die steeds lager worden? Als de temperatuur steeds lager wordt, dan neemt de gemiddelde snelheid van de deeltjes af. Dus bij wanden zal het aantal, de kracht van de botsingen ook afnemen, dus het is logisch dat de druk afneemt. Maar als we dit gaan doortrekken, dan komen we hier dus bij een punt uit waarbij de temperatuur een bepaalde waarde heeft en de druk nul. Druk nul betekent eigenlijk dat de deeltjes dus eigenlijk niet meer bewegen. En als we al die lijnen doortrekken, dan zien we dat we precies allemaal in hetzelfde punt uitkomen. En dat punt is gelegen bij min 273 graden Celsius. Dus eigenlijk zeggen we bij min 273 graden Celsius is de druk nul, dus staan de moleculen eigenlijk stil. Het is niet helemaal te bereiken in de praktijk, maar we komen er wel al een heel eind in de buurt. Maar wat we het liefste zouden willen, is dat er een temperatuurschaal gebruikt wordt, waarbij niet min 273 graden het punt is waarmee we hier beginnen, maar dat we hier een punt hebben waarbij de temperatuur nul is. Want als we zo'n schaal zouden hebben, dan gaan deze lijnen door de oorsprong. En lijnen die door de oorsprong gaan, betekenen een recht evenredig verband tussen druk en temperatuur. Die temperatuurschaal die is er ook. Dat noemen we de schaal van Kelvin. Bij 0 graden Kelvin is dus eigenlijk een temperatuur van min 273 graden Celsius. En hier zie je heel mooi rechte lijnen door de oorsprong. Dus er is hier sprake van een recht evenredig verband. Hoe reken je nou om tussen temperatuur in Kelvin en temperatuur in Celsius? Dat gaat als volgt. We zeggen dat de temperatuur in Kelvin gelijk is aan de temperatuur in Celsius plus 273 graden. Laten we even kijken of dat klopt. Hier bijvoorbeeld hebben we de temperatuur van 0 graden Celsius. Dat komt overeen met 273 Kelvin. Dus dat klopt. En 0 Kelvin moet dus liggen bij min 273 graden Celsius. En ook dat klopt. Deze formule staat in het boek verkeerd, want er staat hier een minnetje en dat moet een plus zijn. Let wel, we praten over graden Celsius, maar niet over graden Kelvin. Het is gewoon de temperatuur in Kelvin. Nog even alle verbanden op een rijtje. We hebben gezegd dat er een recht evenredig verband is tussen druk en temperatuur. Dus druk gedeeld door temperatuur is constant, C1. En dat noemen we de drukwet van Gay-Lussac. Hierbij is de druk uitgedrukt in newton per vierkante meter. De temperatuur, de absolute temperatuur in Kelvin, dus altijd omrekenen van Celsius naar Kelvin. En C1 is een constante afhankelijk van volume en de massa van het gas. Ten tweede is er druk omgekeerd evenredig met volume, dus druk is recht evenredig met 1 gedeeld door volume, oftewel P maal V is constant, noem ik even constante 2, en dat is de wet van Boyle. Hierin is volume uitgedrukt in kubieke meters en C2 een constante afhankelijk van temperatuur en de hoeveelheid gas. En tenslotte is de druk evenredig met de hoeveelheid stof. Alleen dat drukken we niet uit in massa, bijvoorbeeld kilogram, maar in het aantal mol. En 1 mol is de hoeveelheid stof die 6,02 maal 10 tot de 23ste moleculen bevat. En als druk dan dus recht evenredig is met het aantal mol, dan kun je dus zeggen dat P gedeeld door N constant is. En dat noemen we even constante 3. En constante 3 is afhankelijk van volume en temperatuur. En die drie verbanden kunnen we samenbrengen tot één algemene gaswet, waarbij we weten dat P maal V constant is, P gedeeld door T constant is en P gedeeld door N constant is. Dat levert je een nieuwe constante op
En die constante, dat is R. En dat is de gasconstante. En die gasconstante is 8,31 joule per mol Kelvin. Meestal wordt de N naar de andere kant gebracht en schrijven we de algemene gaswet als PV gedeeld door T is N maal R. Nog even voor de duidelijkheid, druk in newton per vierkante meters of pascal, volume in kubieke meters, temperatuur in Kelvin en N het aantal molgas waarbij 1 mol gelijk is aan 6,02 maal 10 tot de 23ste moleculen. Dan gaan we weer even kijken naar een rekenvoorbeeld, rekenvoorbeeld 1, waarbij je moet berekenen hoeveel mol helium zich in de ballon bevindt bij 20 graden Celsius. Zet de film even stil, bereken het en aan het eind van de film kun je het antwoord bekijken. Wat je in berekeningen vaak ziet gebeuren, is dat je geconfronteerd wordt met een bepaalde situatie waarin een P, een V en een T gegeven worden en bij een verandering nieuwe waardes moet uitrekenen. Wat je dan doet, is dat je dus de P maal V gedeeld door N gedeeld door T in situatie 1 gebruikt in deze kant van de is-teken en de P, de V, de N en de T van de tweede situatie aan de andere kant van de is-teken. Als er dan eentje ontbreekt, dan kun je die uitrekenen. Lang niet alle parameters zullen misschien gebruikt worden. Er zal misschien niks gezegd worden over temperatuur. Dan kan je dus de temperatuur kun je in beide delen van de vergelijking kun je schrappen. En misschien kun je er wel meer schrappen, want alles wat in situatie 1 gelijk is aan situatie 2 kun je uit deze formule weglaten. Uiteraard weten we dat vanwege de algemene gaswet zo'n uitkomst gelijk moet zijn aan R, maar daar maken we nu even geen gebruik van. Wat nog wel belangrijk is om te weten, is dat de algemene gaswet alleen maar van toepassing is als het gas een ideaal gas is. En wanneer noemen we een gas ideaal? Als het zodanig verdund is dat de moleculen eigenlijk geen ruimte innemen, ten opzichte van het totale volume waar je over praat, en dat de moleculen geen kracht op elkaar uitoefenen, dus niet elkaar aantrekken, dat betekent dat ze dus heel ver van elkaar af moeten staan. In de opgave zal ook vermeld worden dus dat het om een ideaal gas is, zodat je dus weet dat je de algemene gaswet mag gebruiken, en als er niets over vermeld staat, mag je uitgaan van een ideaal gas. Zet dan nu de film weer even stil om rekenvoorbeeld 2 uit te rekenen en bereken de druk van de zuiger na het verwarmen. Je ziet dat hier dus ook weer een situatie is die verandert, waardoor je de formule die we zojuist hebben gepresenteerd kunnen toepassen. Dan zijn we weer aangeland bij de leerstofvragen van deze paragraaf. Ten eerste, wat is het verband tussen druk en temperatuur van een gas? Wat is het verband tussen druk en de hoeveelheid gas? Wat is het verband tussen druk en volume van een gas? Wat is de formule voor gasdruk? En wat is de formule van de algemene gaswet? Zorg dus dat je deze vragen goed kunt beantwoorden. In de les gaan we er verder mee oefenen en op de volgende pagina zie je de antwoorden van de rekenvoorbeelden. Vergelijk de antwoorden met je eigen antwoorden. Kloppen ze niet? Stel dan vragen in de les. Dan kan ik toelichten hoe je dat moet uitrekenen. Vergelijk de antwoorden van de rekenvoorbeelden met je uitgerekende waardes. Als ze niet kloppen, vraag het dan in de les en dan kunnen we naar kijken hoe je het had moeten uitrekenen. Veel succes met de voorbereiding op deze les.